John van den Dries. Dans, dans, dans met mijn Daniela. Chans, chans, chans met mijn Hildena. Dans, dans, dans met mijn Daniela. Chans, chans, chans met mijn Hildena. Dit is geheel onverwacht. De eerste dag dat ik jou zag. Je keek heel blij en lachte naar mij. Binnen 10 seconden zij al zijn. John, jouw grote dag vandaag. De CD-presentatie, hoe is ze eigenlijk tot stand gekomen? Of anderhalf geleden vroeg Karel hier van de Blue Jeans vroeg van... John, kun ik even de avond komen zingen? En toen had ik net één singeltje af. En daar stonden twee nummers op. Maar dus dat is niet genoeg om aan te vullen. Dus, ja, vanaf het eerste singeltje met twee nummers kreeg ik per ongeluk allemaal optreden, zo elke week eigenlijk. En dit is, we staan nou elke week ergens op een bruiloft, op een partij of met een frietboer te zingen. John, in jouw carrière, wat is de mooiste herinnering dat je beleefd hebt? Ik denk nooit zoveel terug, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben altijd met vandaag, weet je. Maar ik heb wel leuke dingen gedaan al, en dit vind ik ook hartstikke leuk. Het is wel de eerste keer in 15 jaar dat ik iets organiseer of zo. Dus vind ik hartstikke leuk dat de mensen gekomen zijn of zo. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. In Hilversum, want zijn naam vergeten ze daar nooit, want hij is de man of action from the south of the nation. Hier is voor jullie Ed Behrens. Als ik nou nog een microfoon krijg, dan kan ik... Maybe if you're all alone, maybe you'll let me walk you home, but let's dance, let's dance. Hey, hartstikke fijn. Ik ben zo blij dat jullie allemaal positief reageren op die liedjes. En ik hoop dat dit natuurlijk op tv uitgezonden wordt. Ik heb het idee, ja. Ja, want voor mij ben jij de man of action from the sound of the nation. Oh, kijk. Hey, maar die hou ik erin, hoor. Ja. Succes en bedankt voor je bijdrage. Dankjewel. Dankjewel. En onze volgende artiest, dames en heren, die is jong, dynamisch en ambitieus. Zij is 17 lentes oud. En je weet wel, meisjes van 17, die weten wat ze willen. Ik krijg het warm, ik krijg je lucht en voel ik kriebels in mijn buik. Show.
Jolien, hoe is het eigenlijk voor jou allemaal in de muziekwereld begonnen, meisje? Ik heb vroeger altijd gedanst, maar ja, mijn vader kent heel goed de producers waar ik nu mee samenwerk. En ze zeiden van, oh, het is een leuke stem dat je hebt en dit en dat en dat. En ja, ik danste ook voor hem voor tv, bij artiesten als achtergrond en zo dat. En ze zeiden van, kom, we duiken de studio in, we nemen een paar nummers op en voilà. Ja, zo'n heel album. Ik vond het heel erg leuk om in de studio te staan, samen te werken met hen. En ook gewoon op het podium te staan, hoe dat de mensen reageren, hoe dat ze meedoen, hoeveel plezier je ze eigenlijk kunt geven op zo'n moment. En wat mogen we van Jolien in de toekomst nog verwachten? Ik hoop een nieuw album. Echt waar, dat hoop ik echt. Dames en heren, de one of only, René Ridley! Jij vraagt vandaag niets en je hebt verdriet. Jij kijkt mij niet meer aan. Als ik wat zeggen wil, is je blik zo veel. Jij ziet mij niet meer staan. Kan zo niet verder gaan, ik heb het van gedaan. Nee, ik draai er niet omheen. Oh, het spijt me, doe me grijp me. Laat me nu niet alleen. Jongens, we gaan zingen. Luister toch naar wat ik jou vertel. Die ander was geen liefde, maar stel. Ik voelde niets voor haar, alleen voor jou. Hoppa. Ik liet je even gaan, maar voor nu tot de rouw. Ik vind je om. De man met de gouden stem, Heiko Vos. Nou, dankjewel, Vos. And if you sing this melody, you'd be pretending just like me. The world is mine, it can't be yours, my friend. So why don't you pretend? So why don't you pretend? So why don't you pretend?